Welkom bij weer een nieuwe Coffee Break video. Vandaag heb ik een klein projectje voor jullie. Een leuk, snel projectje. Het is echt niet moeilijk. En je kunt het aanpassen zoals jij het wil. Ik ga vandaag ook niet echt maten geven. Wel een benadering. Maar het hangt er gewoon helemaal van af. Je bent zakjes nodig. Boterhamzakjes. Van die papieren zakjes. Nu had ik die niet. Dus nu heb ik die zelf gemaakt. Ik heb gewoon twee stroken papier. Dit is inpakpapier van de Action. Ik heb hier de rol liggen. Ik gebruik het heel veel. Ik gebruik het eigenlijk overal voor. Het is goedkoop. En ik had dus niet van die zakjes liggen. Maar een boterhamzakje, die ben je nodig. Je knipt de bodem ervan af. Dat je dus aan beide zijden een opening krijgt. Aan de hand van deze breedte. Daar ga jij jouw maten eigenlijk verder op afwerken. En dat is voor iedereen dus weer anders. Dus vandaar dat ik niet echt maten ga geven vandaag. Je bent dus twee van die boterhamzakjes nodig. Nou, je kunt ze dus zelf maken zoals ik heb gedaan. Maar je kunt ze ook kant-en-klaar kopen van die papieren boterhamzakjes. Wil je ze zelf maken, zorg er dan voor dat het papier niet al te dik is. Maakt het straks een stuk gemakkelijker. Nou, ik heb hier al een voorbeeld gemaakt. Ik heb hem verder ook al helemaal voorbereid. Dat ga ik straks laten zien. Dit is mijn envelopje gemaakt die ik als voorbeeld heb gebruikt. Ik heb hier wat bredere zakjes gemaakt. En vandaar dat deze envelop ook wat breder is als die ik straks voor jullie opnieuw ga maken. Nou, hij sluit met klittenband. En je ziet binnenin heb je in de envelop ontzettend veel ruimte om daar wat dingetjes in te stoppen. Dit is ideaal om te versturen als sneeuwmail, happy mail. Je stopt hier allemaal leuke papiertjes, leuke dingetjes in. En je verstuurt dit naar iemand toe. Je kunt dit nog mooi gaan inpakken en dan gaan versturen. En het is gewoon een envelopje wat je maakt. Dus je kunt dit ook als kaart gaan versturen. Je kunt het nog helemaal gaan pimpen. Net wat jij eigenlijk wil. Ik heb nu één klittenband gebruikt. Je kunt er twee rondjes dat hij wat mooier dicht blijft zitten. Geheel aan jou om dit verder af te maken. Ik heb dubbelzijdig papier gebruikt. Gebruik je enkelzijdig bedrukt papier. Helemaal prima. Dit designpapier dat komt uit een blok van de Action. En dit was dubbelzijdig. Maar bij de Action hebben ze ook af en toe enkelzijdig bedrukt. En als je überhaupt al de blokken nog kunt kopen bij de Action. Ik merk dat het papier ook daar schaars is. Het is er gewoon niet meer. Ik heb nog gelukkig heel veel van dit papier in huis. Dus ik kan nog heel veel projecten maken. Het is dus echt niet moeilijk om te maken. De maten, ik ga ze wel geven. Maar doe er eigenlijk niet al te veel op uit. Maak het gewoon op jouw maat. Zoals jouw zakjes zijn. Ik ga het snel laten zien. Ik ga het uitleggen hoe ik het heb gemaakt. Nou, als basis ga je dus uit van de breedte van jouw zakjes. Je knipt de bodem eraf, zodat je openingen aan beide zijden hebt. Je vouwt ze dubbel. En ik heb dit wat korter gesneden. En ik heb deze lengte op 4 1/4 inch gedaan. Ik heb vandaag gewerkt in inchmaten. Het papier wat ik gebruikt heb, dit is 12 bij 12 inch. 30,5 bij 30,5 uit mijn hoofd zijn de blokken in centimeters. Dit is gewoon een restje wat van deze envelop is afgekomen. Dit is 4,5 inch. Dus ik heb de zakjes deze keer op maat gemaakt op 4 inch. Jij moet dus zorgen dat het papier net iets groter is dan de zakjes breed zijn. En als je ongeveer een halve centimeter breder aanhoudt, dan vallen jouw zakjes mooi prima binnen de lijntjes van het designpapier. En dan is het prima. Ik vind de hoogte 4,5 inch vind ik ook prima. Deze strook is 12 inch lang. Ik zal hem even andersom houden. Het is heel lastig te zien. Ik heb het al voor gerild. Ik wil dit flapje, wil ik 2 inch. Daar ben ik van uitgegaan. Ik heb 1/8 inch heb ik aan ruimte gehouden. Dus een speling om die ruimte te krijgen. Dat je die envelop ook kunt vullen met allerlei leuke spullen. Vervolgens heb ik het papier omgedraaid. Dus dit is de goede kant. De bovenkant. Aan de onderkant ben ik vervolgens begonnen. Heb ik hem op 4,5 inch
gerild. En weer 1/8 inch. Nou, dan krijg je en dan blijft er hier een ruimte over. En zodat de envelop dicht kan. Maar zodat je ook ruimte hier hebt om er leuke spulletjes in te stoppen. Dus dit is 12 inch. En ik heb die zakjes daar gewoon op aangepast. Dus 4 inch zijn mijn zakjes geworden. Omdat dit 4,5 inch is. Dit is wat korter gesneden. Dus dit is 4,5 inch. Dat is de hoogte die het dan wordt. Dit heb ik ook weer wat korter gesneden. 4,1/4 inch. Zodat dit ook mooi binnen het papier blijft, dat het zakje er niet buiten uitsteekt. Nou, het in elkaar zetten is echt ontzettend gemakkelijk. Ik gebruik gewoon tacky glue ervoor. Gebruik ervoor welke lijm jij gebruikt. Ik ga het laten zien. Je zet het echt super eenvoudig in elkaar. Voordat ik de zakjes erin ga lijmen, ga ik nog eerst even de randjes beinkten. Ik vind het altijd wel een leuk effect geven. Dus even snel met een sponsje. Dit zijn die Viva sponsjes. Ontzettend handig. Ik gebruik ze wel vaker om de randjes mee te beinkten. Het zijn hele sterke sponsjes. Heel goedkoop. Als ik een linkje kan vinden, zal ik daar nog wel even een linkje naar plaatsen. Nou, nu kun je overal nog makkelijk bij. Dus ik ga het beinkten aan de buitenkant, maar ik pak ook even de binnenkant mee. Je ziet, het is echt niet moeilijk. Even snel met een spons. Je kunt ook een blending tool gebruiken. Eigenlijk make-up sponsje, wat jij maar bij de hand hebt. Ik had deze hier nog liggen, dus die heb ik gebruikt. Nou, ik wil mijn envelop straks sluiten, maar ik wil toch nog even die hoeken afronden. Daar kun jij ponsjes voor kopen. Ik heb hier toevallig een hele oude grote afrond pons. Dus een grote hoek. Je hebt ze ook wat kleine, wat jij eigenlijk mooi vindt. Pak ik nog snel even mijn sponsje erbij. Er zit nog genoeg inkt op. Dus die hoekjes die wil ik even mooi afronden, vind ik wat mooier staan. Deze laat ik gewoon recht, daar zie je straks niets van. Je kunt ze ook afronden, mocht jij dat willen. Ik doe dat dus niet. Nou, dan gaan we de zakjes verlijmen. En ik doe dat alleen in het midden. Ik ga eerst de zakjes op elkaar lijmen. Het is handgemaakt. Mocht de maten iets verschillen, ik vind het niet erg. Je ziet het straks gewoon echt niet weer terug. Dus ik lijm de zakjes in het midden op elkaar. Dan heb je al 2 van die openingen. Nu gaan we het zakje in de envelop lijmen. En dat ga ik precies hetzelfde doen. Dus ik ga in het midden wat lijm aanbrengen. Ik leg het zakje tegen de onderkant. Zorg dat hij mooi gecentreerd wordt. Ik vouw hem dicht. Ik kijk nog even. Het kan nu nog. De lijm is nog niet droog. Dus ik kijk of het zakje er niet bovenuit komt. Nou, dat is niet het geval. Druk ik het gewoon even aan. Ik vouw hem open. Ik pak mijn lijm weer. Ik ga nu aan de voorzijde. Ik druk hem weer even stevig aan. Nou, wat ik nu nog moet doen is de openingen die er nu nog zijn eventjes dichtlijmen. En ik gebruik dus gewoon mijn tacky glue daarvoor. Maar heb jij andere lijm, is helemaal prima. Nou, het moet natuurlijk nog even drogen, maar je ziet het effect al. 1, 2, 3, 4 hele leuke pockets waar jij heel veel in kunt doen. Nou, wat je nu nog moet doen is dat het gesloten moet worden. Nou, ik gebruik daar klittenband rondjes voor. Zijn van verschillende merken te koop. Ik heb ze bij Van Craft Emotions. Ga ik wel even een linkje naar plaatsen waar je die kunt kopen. Ze zijn zelfklevend en ze zijn ontzettend sterk zelfklevend. Nou, ik doe een rondje op het papier waar ik ongeveer de sluiting wil hebben.
Ik heb nu de ruwe kant, die heb ik daaronder geplakt. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik pak zo'n zacht rondje, die leg ik er bovenop. Ik vouw het klepje dicht, ik druk hem even stevig aan. En nu is het een kwestie van voorzichtig even loshalen. Even goed aandrukken allebei. En je hebt een sluiting gemaakt, heel eenvoudig, met klittenband. Je zou ook magneetjes kunnen gebruiken. Je zou hier een lintje omheen kunnen doen. Wat jij eigenlijk maar wil. Ga daar helemaal mee los. Dit is maar een basis envelop. Je kunt hier alle kanten nog mee op. Je kunt dit nog verder gaan pimpen. Je kunt washi tape gebruiken. Je kunt leuke ephemera gebruiken. En jij kunt hem dus leuk gaan vullen met van alles en nog wat kleine papiertjes. Bijvoorbeeld dit boekje wat ik bij AliExpress had gekocht. Nou, die kleine papiertjes, dat zijn de dingen die je hier allemaal prima in kunt doen. En dit kun je dan gaan versturen als sneeuwmail, happy mail. Maar natuurlijk kun jij ze ook in jouw junk journal gebruiken om daar leuke herinneringen in te doen. Heb jij een mini scrapalbum gemaakt? Zet hem vast met een paperclip. Je kunt hem ook vast gaan lijmen, dat jij de achterzijde vast gaat lijmen in jouw album. Kun jij hem ook gaan vullen. Dus je kunt er gewoon alle kanten mee op. Dit is een basis envelop. En ontzettend leuk om te maken. Niet moeilijk. En iedereen kan dit. Gebruik gewoon de materialen die jij thuis hebt. Ik had dus geen boterhamzakjes. Ik heb ze zelf gemaakt. Gewoon twee stroken papier genomen. Op elkaar gelijmd. Even vouwstrookjes gemaakt. De strookjes op elkaar gelijmd. Zoals je kunt zien. En ik heb gewoon op die manier zelf mijn zakjes gemaakt. En ontzettend leuk, snel en een klein projectje. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden en vind je dit een leuke video? Geef eens een duimpje omhoog. Heb je vragen? Stel ze mij. Ik ga dus bewust geen afmetingen geven. Het ligt er maar helemaal aan hoe breed jouw zakjes zijn. De hoogte, het zijn allemaal dingen die je gewoon voor je gevoel zelf moet aanpassen. En maak er gewoon iets leuks van. Maar heb je nog vragen? Stel ze mij gerust. Ik ga ze beantwoorden. Heb je andere opmerkingen? Zet ze er ook in. Ik vind het allemaal super om te lezen. En heb je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Doe dat vooral. Je mist zo geen enkele video meer. En ze komen zoals ze komen. De koffiebreak video's helemaal. Heb ik tijd, maak ik extra video's. Maar in ieder geval elke woensdag, elke zondag komt er een video online. En het is elke keer weer wat anders wat ik jullie laat zien. Dit was het voor vandaag. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En graag tot snel, tot de volgende video. Doeg!